Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Welkom bij mijn opgemaakte beautyproducten video van het afgelopen najaar, zeg maar winter. Beetje dat allemaal. Het is weer best veel. Ik moet zeggen dat ik verrassend veel heb opgemaakt de afgelopen maanden. En ik wilde daar graag weer met jullie over kletsen. Even kijken wat ik heel fijn vond, wat ik absoluut niet fijn vond. Dus laten we snel beginnen, want nogmaals, het is best veel. Ik begin, waar ga ik beginnen? Ik begin echt random, denk ik. Bij iets wat ik toevallig gisteren ook opgemaakt heb. Dat is de nagellak remover gewoon van de Kruidvat. En dat is de acetonvrij versie. Het maakt me oprecht niet uit welk nagellak remover ik gebruik. Voor mijn gevoel werken ze allemaal een beetje hetzelfde. Dit was een prima budgetvriendelijke nagellak remover. Die deed gewoon prima wat hij moest doen. Dit product heb ik niet echt opgemaakt. Maar op een gegeven moment was ik een beetje klaar mee. Dat is het. En ik had hem echt al ruim 2 jaar denk ik in mijn verzameling. Dus ik dacht, het wordt ook echt tijd om te gaan. Dit is van het merk dat No Makeup. Deze had ik destijds in Duitsland gekocht bij de DM. 120 Hour Liquid Hydrator. Geen idee. Bevat 5% pantenol en een heleboel andere verzorgende ingrediënten. Ik had het destijds gekocht omdat het me een soort van verzorgende lotion leek. Voor bijvoorbeeld mijn lichaamshuid. Voor als ik op vakantie ging. Dus zeg maar na het zonnen een beetje dat. Maar het is eigenlijk gewoon een toner. Wel een hele fijne toner moet ik zeggen. Ja, het is echt heel waterig. En ik vond het gewoon te groot voor mijn gezicht om te gebruiken. En pantenol vind ik op het algemeen heel fijn ingrediënt. Met name in crèmes. Dus dan hoef ik het ook niet per se ook nog eens in een toner hebben. Ik heb op zich wel droge huid wat echt behoefte heeft aan hydratatie. Maar dit was gewoon niet mijn ding. Ik vond het product daar gewoon niet bijzonder genoeg voor. Dan een cleanser van de Inky List. Dat is hun Salicylic Acid Cleanser. Deze lijkt me vooral heel erg fijn tijdens mijn zwangerschap. En dit is dus een van de laatste video's die ik tijdens mijn zwangerschap film. Maar deze heb ik dus ook heel recent opgemaakt. Op zich mag je tijdens de zwangerschap Salicylic Acid blijven gebruiken. Tot dan 2%. En in de meeste serums zit ook 2%. Dus in feite zou je kunnen zeggen, je zou het inderdaad in principe mogen blijven gebruiken. Maar heb ik bewust niet gedaan, omdat ik deze zwangerschap gewoon 0,0 risico wil te lopen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik weet dat dit soort producten, die zijn gewoon veilig. Omdat ze ja gewoon minder de tijd hebben om in te trekken en zo. En over het algemeen zit salicylzuur in serums, in toners, zeg maar iets wat op je huid blijft zitten. Dus ik dacht, nou weet je, dan doe ik deze. Qua structuur, het is ook weer heel waterig. Niet per se heel erg aangenaam. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ik pakte hem steeds minder snel bij. Ik gebruikte hem zowel, zeg maar, eigenlijk gebruikte hem met name 's ochtends onder de douche. En soms liet ik hem wat langer op mijn huid zitten. Want het schijnt, ja, dat je de ingrediënt dan een soort van eerlijke kans geeft. Maar uiteindelijk was mijn andere cleanser op. En heb ik deze eigenlijk gewoon elke dag gebruikt. Gewoon, zeg maar, zonder het voor de rest heel lang op mijn huid te laten. En dit is gewoon een hele simpele cleanser. Gewoon een heel apart textuurtje, niet per se mijn ding. Ik merkte er voor de rest helemaal niks mee. Dus dit is niet mijn favoriet product. Zou ik ook niet opnieuw kopen. Geen idee of dat, ja, iets salicylzuur überhaupt iets heeft gedaan wat erin zit. Maar niet mijn ding. Dan hebben we hier een product wat ik wel heel erg fijn vond. Daar heb ik ook al vaker over gepraat. Dat is het product van Uriage. Dat is zo'n Frans apotheekmerk. En dat is uit hun Ximose lijn, denk ik. En dat is eigenlijk gewoon hun Cleansing Soothing Oil. En er staat ook Cleanses, Replenishes, Lipids en Protects. Ik vind dit soort reinigende olie voor onder de douche echt super fijn. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Met name als je hele droge lichaamshuid hebt. En je hebt echt behoefte aan iets wat meteen je huid ook verzorgt. Dus heel mild, reinigend en meteen verzorgt. Dit soort cleansing oils. Je moet er niet van verwachten dat ze heerlijk ruiken. Want dat doen ze niet. Deze kan je waarschijnlijk ook voor het hele gezin gebruiken. Dus ook veilig voor kinderen en alles. Het doet wel gewoon zijn werk. Het doet wel gewoon verzorgend. Mild reinigend. Ik hou er gewoon van. Dus zeker met name in de winter. Zeg maar in de koudere maanden en zo. Is dit echt wel een heel erg fijn product geweest. En skincare product. Dit gaat echt van hak op de tak. Maar goed, ik pak er gewoon een random dingetje uit. En skincare product dus van Mary and May. En dat is dus een K-beauty merk. Wat ook met name heel veel gericht is op herstel van huidbarrière en met name heel erg fijn is voor droog huid. En dit is, ik geloof, een van hun wat populairdere producten. Dat is hun Vegan Blackberry Complex Cream Essence. En dat is een heel apart, ja, essence toner. Zo, een beetje hetzelfde. Een beetje waterig textuurtje, maar het had, ja, een soort twee laag. Dus je moest het ook goed schudden, zeg maar, voordat je het ging gebruiken. En het gaf een beetje zo'n milky, zeg maar, textuur. Wat ik heel erg fijn vond. Het ziet er ook best wel luxe uit, moet ik zeggen. Het is een glazen flesje. Ik weet niet helemaal of dit mijn product is. Dat is het. Op zich, qua hydratatie en zo, dat gaf het echt helemaal. Voor de rest deed het niet per se iets
bijzonders of zo. Dat ik dacht van, dit is nou beter dan een andere toner die ik al eerder gebruikt heb. Een K-Beauty toner. Maar het was wel gewoon een fijn product. Dat, ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Een hele fijne stap in de routine. En afgelopen jaar heb ik sowieso echt toners in mijn hart gesloten. Want echt, toners die geven toch net even die fijne boost, zeg maar, qua hydratatie en alles. Deze bevat trouwens overigens geen parfum en zo. Dat vind ik wel heel erg fijn. Dus eigenlijk wel heel erg geschikt voor de gevoelige of droge huid. Dan hebben we een shampoo. Ja, zie je echt van hak op de tak. Dat is van Haarlieper. Deze heb ik best wel heel erg lang in mijn stash eigenlijk gehad. En dat is dus een Duits DM-merk. 100% vegan, zonder siliconen en gerecycled flesje. Nou, hartstikke leuk. Dit is wel op zich, moet ik zeggen, prima shampoo. Nee, er zit geen SLS in, maar wel een ander reinigend goedje. Op zich wel fijn. Ik moet zeggen, dit is wel echt een prima, gewoon basic shampoo. Voor als je gewoon een betaalbaar shampoo zonder SLS wil. Duitsland is er toch net iets beter in, moet ik zeggen, dan het aanbod in Nederland. Prima, voor de rest niks over aan te merken. Vond ik niet heel speciaal, niet heel bijzonder, maar deed gewoon prima zijn werk. En een ander haarverzorgingsproduct dat ik opgemaakt heb, is deze van het merk Milkshake. Vond ik echt op het eerste gezicht een superleuk merk, moet ik zeggen. Dit paste helemaal in mijn theorie. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik heb met name het blonde, zeg maar, in de lengte van mijn haar. Dus ik dacht, waarom zou ik dan een shampoo, wat over het algemeen zilver shampoo, wat over het algemeen redelijk uitdrogend werkt, waarom zou ik die moeten gebruiken? Waarom kom ik niet echt verder met alleen maar een conditioner bijvoorbeeld, of een zilver masker of iets dergelijks gebruiken. Dus dit is een zilver conditioner. Toen ben ik me er iets meer in gaan verdiepen. En eigenlijk wat ik er over het algemeen over het gelezen heb, en ik weet nog steeds niet waarom, maar dat de conditioner, zilver conditioner, werkt meer als soort van aanvullend product op een zilver shampoo. En dat je eigenlijk ten alle tijden, zeg maar, of je nou highlights hebt of dat je blond door je heel haar hebt, ten alle tijden gewoon een zilver shampoo moet gebruiken. Nou is de ene zilver shampoo natuurlijk niet de andere zilver shampoo. Maar ik merkte heel mild effect hiermee, zal ik het zo zeggen. Ik ga jullie trouwens ook een product laten zien waar nog letterlijk voor één keer gebruik product in zit. En ondertussen ben ik nog even last minute, net voor de bevalling, naar de kapper geweest. Om er toch nog een beetje dat blonde te herstellen in mijn haar. Want ja, op een gegeven moment kon mijn uitgroei gewoon niet. Dus daarom kon ik deze nog niet gebruiken. Maar tegen de tijd dat deze video online komt, denk ik dat ik hem al lang opgemaakt heb. Dat is zeg maar de zilver shampoo van Elvive. Ik vond het trouwens zo grappig. De kapster waar ik zat, die vroeg ook inderdaad of ik zilver shampoo gebruik. Ik zeg ja, dat gebruik ik natuurlijk wel. Want mijn haar heeft gewoon in zichzelf, de kleur heeft heel veel warmte. Dus ik kan niet zonder zilver shampoo. En de vroeg ze wel wat ik gebruikte. En dacht ik van, als ik zeg dat ik die van Elvive gebruik, dan de kapsters over het algemeen geloven niet naar businessvriendelijke shampoos. Dus ik zei ja, ik weet het allemaal niet precies. Nou, maar goed, maakt niet uit. Dan zei ze ook inderdaad, ja, want inderdaad, al die goedkope shampoos en zo, die werken niet. Dus je moet eigenlijk die van ons, zeg maar, gebruiken. Ik dacht, ja, ja, tuurlijk. Terwijl dit echt wel een hele fijne zilver shampoo is, hè. Elvive, die heeft in deze lijn, hun purple lijn, zeg maar, meerdere producten. Die hebben ook een conditioner of een masker of iets dergelijks naast deze shampoo. Ik ben oprecht best wel benieuwd naar, want dit is dan zo'n shampoo die ook echt goed werkt als shampoo. Dus die schuimt ook goed en alles. Reinigt goed mijn haar. Droogt mijn haar ook over het algemeen eigenlijk niet echt uit. Ik moet zeggen dat deze minder agressief is dan een heleboel andere shampoos die ik heb geprobeerd. En het effect, echt het zilver effect hiermee, vind ik best indrukwekkend voor een budgetvriendelijk shampoo. Want ik heb ook echt heel veel verschillende zilver shampoos geprobeerd in de loop der jaren. Ook echt best wel hele dure shampoos. En er zat echt een paar tussen waarvan ik dacht, ja, iedereen die zweert erbij. Maar weet je, en waar ik totaal ook geen zin in heb, is dat ik voor een zilver shampoo echt, dat ik er tijd in moest investeren. Dat ik echt 5 of 10 minuten voor moet uittrekken. Daar heb ik gewoon geen tijd voor, geen geduld voor. Het moet gewoon onder de douche werken. Ik ben best bereid om er misschien 2 minuutjes of zo in te laten werken. Meer dan dat heb ik zeg maar niet. Dus, maar deze werkt echt goed, moet ik zeggen. Dus nogmaals, bijna op, dus die gaat niet direct de prullenbak in, maar straks wel. En deze was eigenlijk soort van, niet per se in combinatie met, maar complementerend aan. Dus bijvoorbeeld de ene keer gebruikte ik deze, de andere keer gebruikte ik deze. Want ik weet niet, toch dat pigment van dat violet pigment wat in beide zit, is toch net even anders. Dan hebben we hier nog een product van Sol. En dat is dus het merk van Colourpop. En dat is hun Vanilla Dream Body Polish. Oftewel lichaamscrub. Ik hou sowieso van lichaamscrubs. Dit was eigenlijk een heerlijk product. Gewoon heerlijk qua scrubben, qua het gevoel op de huid. Droogde het ook niet uit. Dehydrateerde het ook niet per se heel erg. Maar gewoon de geur was heerlijk. Echt zo'n hele lekkere warme vanillegeur. Achteraf gezien vond ik op zich dat de verpakking hiervan niet al te groot is. Dus het ging redelijk snel op.
was wel prima, maar niet per se dat je denkt, daar moet je per se voor bij Colourpop gaan bestellen. En ander product wat ik weggooi. Volgens mij had ik de shampoo daarvan al vorige keer opgemaakt, dacht ik. Shea Moisture is gewoon niet mijn merk, daar ben ik achtergekomen. Ik dacht, het is echt perfect. In eerste instantie was mijn illusie. Het is echt perfect merk voor mij, want het gebruikt voor de rest geen zware SLS producten. Of geen zware SLS reinigers. Het zijn hydraterende producten, maar volgens mij is het echt een merk wat heel erg gericht is op mensen met veel structuur in hun haar. Dus veel krullen en dergelijke. En dat heb ik gewoon niet. Ik vond dit ook eigenlijk niks aan. Dit is hun Manuka Honey & Yogurt Hydrate en Repair Conditioner. Er staat ook dat het voor extreem droog en breekbaar haar is. En op zich is mijn haar best wel droog, maar niet. Het heeft toch net even iets anders nodig dan dit. Want dit vond ik niet hydraterend genoeg. Ik weet het niet. Dit is gewoon niet mijn ding. Nog een skincare product wat ik tussendoor ga benoemen. Dat is van Cosrx. Heb ik eindelijk opgemaakt. Dat is een Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. En dit product is natuurlijk volgens mij helemaal viraal gegaan op social media en zo. En iedereen zweerde erbij dat echt dat Snail Mucin Essence dat echt een van de betere is. Ik snapte dit product niet. Ik heb nog een crème daarvan wat ik nu ook hard aan het opmaken ben. Dit is gewoon... Nee, ik vind het oprecht niks bijzonders. Het aparte en zeker van zo'n essence is... Het werkt eigenlijk een beetje... Het heeft een beetje structuur van hyaluroonzuur. Dus echt een beetje dat plakkerig, maar dan nog veel meer dan dat. Veel dikker dan dat. En eigenlijk heeft het ook een beetje hetzelfde effect als hyaluroonzuur. Dus je zou het absoluut ook niet met hyaluroonzuur kunnen gebruiken. Maar de stap in mijn routine, zeg maar, waarin ik dit heb moeten gebruiken... Dit is gewoon zo verwarrend, want over het algemeen ga je van dunnere skincare producten naar dikkere skincare producten. En dit is voor een essence een redelijk dik product. Dus eigenlijk zou je het bijna al net, zeg maar, voordat je dagcrème aanbrengt moeten gebruiken. Los daarvan, het was niet per se heel erg dat ik dacht van, oh ja, dit is echt een product wat wonderen voor mijn huid verricht of zo. Dat slakkenslijm, door het algemeen geeft het ook met name hydratatie. Het zorgt wel wat voor huidherstel. Maar het is niet per se een miracle ingrediënt, zeg maar, waar iedereen het over heeft of zo. Dus ik vond het niet speciaal genoeg. Een ander skincare product. Ik heb er heel wat opgemaakt. Dat is van Face Theory. Deze heb ik ook laatst in mijn jaarfavorieten benoemd. Dit is een Pink Clay AHA Face Mask met Kaolin Clay, Vitamin C en Lactic Acid. Heel erg fijn masker. Dit is ook weer zo'n product wat je, zeg maar, heel even op je huid laat. En er zit gewoon alpha-hydroxyzuren in. Dus dit vond ik ook een ideaal soort van exfoliërend product tijdens deze zwangerschappen. Met name als er een puistje opkwam of iets dergelijks waar ik op zich over het algemeen tijdens deze zwangerschap bijna geen last van had. Maar heel af en toe inderdaad, ik dacht van, mijn huid heeft even net iets diepere, zeg maar, reinigings nodig. En net even een exfoliërende stap nodig. Dan was dit mijn exfoliërende stap. En het is echt heerlijk masker. Wat dus, heb ik ook al vaak gezegd, volgens mij niet mega droog wordt. Je huid voelt daarna ook niet zo droog aan zoals bij de meeste kleimaskers. Want bij de meeste kleimaskers, ja, snakt je huid daarna aan hydratatie. Dat viel bij deze echt ontzettend mee. En nogmaals, hier zit vitamine C in voor wat het waard is. Melkzuur, dus dit is eigenlijk een heel erg fijn product. Niet alleen tijdens zwangerschap, maar ook gewoon, zeg maar, voor niet zwanger, voor tussendoor. Een vitamine C product wat ik opgemaakt heb. En dat is van Summer Fridays. Volgens mij zat dit serum, dat is een Sisimi serum. Volgens mij zat die in een adventskalender van, zeg maar, 22 adventskalender. In mijn Space & Care adventskalender inderdaad. En ik had er best wel hoge verwachtingen van. Ook omdat ik Summer Fridays steeds meer aan het ontdekken ben. Het is bij mij, ja, een beetje hit en miss, moet ik zeggen, met al hun producten. En dit was echt zo'n vitamine C serum waarvan ik dacht... Weet je, vitamine C serum moet bij mij met name mijn donkere vlekjes oplichten. En dat is met name wat ik waardeer bij een vitamine C serum. Dan weet ik dat ze dat niet allemaal kunnen. Hier staat ook dat het in principe brightening is en illuminating. Ik heb geen idee. Mijn huid zag er op zich nogmaals ook prima uit zonder dit. Ik heb er niet echt voordelen van gemerkt. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat op zich heel gek, maar... De kleur van dit vitamine C serum is ook best wel donker. En dat vind ik op zich wel gek. Want over het algemeen donker vitamine C serum betekent dat ze zijn begonnen met oxideren. Ik geloof niet dat hij er normaal veel lichter uitziet. Maar nou goed, dat wil ik gewoon even bijzeggen. Ruikt voor de rest nergens naar. Dat vind ik helemaal prima. Dus qua structuur en zo, gewoon een beetje waterige structuur en zo, was dit gewoon prima product. Ik heb er alleen geen effect mee gemerkt. Tussendoor trouwens nog maar even een make-up product benoemen. Ik gooi deze NARS Orgasm paletten weg. Dit is echt, dit was hun Endless Orgasm palet. Hartstikke leuk.
Dat is zo'n soort van cream blush slash highlighter paletten wat ik had. En ik heb hem gewoon puur weg gedaan. Deze is echt al lang over datum. Ik denk dat ik deze echt al meer... Ik denk wel echt wel meer dan 5 jaar heb. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik gebruikte hem laatst weer. En toen merkte ik gewoon dat de blushes totaal geen pigment meer gaven. Dat vond ik wel jammer. Highlighters nog wel, maar ik dacht, weet je... En zeker met cream producten, die zou je eigenlijk niet zo snel over de houdbaarheidsdatum gebruiken. Er staat ook dat hij eigenlijk maar 12 maanden houdbaar is. Dus tijd om te gaan. Maar het was wel echt een hele fijne glowy cream palet. Eigenlijk hou ik... Van dit soort producten heb ik ook echt met heel veel plezier gebruikt. Nog tussendoor een nagellak product. Dit is echt mijn favoriete topcoat ever. Dat weten jullie denk ik inmiddels wel als jullie vaker dit soort video's kijken. Dat is de Sash Feet Dry Fast topcoat. Ik heb hier uiteraard weer een nieuwe van en die is al lang in gebruik. Maar deze heb ik redelijk goed opgemaakt. En uiteindelijk dacht ik, ja, dit kan echt niet meer. Dus dit is echt mijn lievelings topcoat. Zorgt ervoor dat je nagellak super snel droogt. Dat mijn nagellak ook echt wel een week... netjes blijft zitten. Ik moet zeggen dat het gaat niet met elke kleur nagellak. Dat hangt ook een beetje van de nagellak zelf af. Het was jaren geleden super populair en ik ben er nog steeds mega fan van. Even kijken, dan zie ik ook even tussendoor een product van The Ordinary ertussen. Niacinamide 10% plus zink 1%. Dat is het welbekende serum volgens mij. Ik geloof dat zo ongeveer een hele Gen Z generatie wat ik op TikTok voorbij zie komen houdt van dit product. En van hun hyaluronzuur product. Maar die heb ik ook gehad. Ik denk dat ik die al eerder heb opgemaakt. Misschien in mijn vorige video, ja. Ik vond dit absoluut niet bijzonder. Net zoals dat hyaluronzuur product. Niacinamide 10%. Ik moet zeggen best wel sterk. Want over het algemeen is niacinamide op zo effectief 5%. Dus waarom zou je hem dan zo hoog, zeg maar zo'n hoog percentage in zo'n product stoppen? Terwijl dit daardoor zeg maar de kans op irritatie alleen maar groter wordt. Het is niet zo dat hij per se effectiever wordt. Maar... de kans op irritatie wordt groter. Daarom dachten ze van, we gaan het soort van een beetje aanlengen met zink 1%. Want zink 1% over het algemeen werkt het juist kalmerend en verzachtend zeg maar voor de huid. Dus het is wel een beetje een soort van tegenstrijdig product. Deze zat ook inderdaad een keertje in een adventkalender. Dus puur daarom dat ik hem ging gebruiken, maar... ik zal hem nooit zelf uitkiezen, want een aanvullend niacinamide product heb ik het eigenlijk niet nodig. Omdat niacinamide tegenwoordig bijna overal zit, wat skincare betreft. Dit is dan wel weer een heel fijn product. Dit is van Theramid. Dat is hun Azit, Azelaic Azit 15%, colloidal oatmeal 1%, carnosine 1%, oftewel de, ja, gewoon Azit serum. Heb ik ook al over gehad in mijn zwangerschapskincare routine. Ik ben echt azelainezuur serums... hiermee echt absoluut gaan waarderen. Want azelainezuur is ongeveer zo de enige soort zuur wat je tijdens de zwangerschap volledig veilig kan gebruiken. En tot nu toe heb ik meerdere azelainezuur producten geprobeerd. En ze bevielen eigenlijk tot nu toe allemaal niet zo. Maar met deze begon ik echt te merken. Ik denk dat deze absoluut bijgedragen heeft aan het feit dat mijn huid zo rustig bleef in deze periode. Ik merkte inderdaad dat ook als ik bijvoorbeeld deze een tijdje niet heb gebruikt. Dat ik wat iets meer ontzettend heb begonnen te zien. En zodra ik deze weer aan mijn avondroutine ging toevoegen. Dan ging het al heel snel zeg maar dat het weer rustiger werd mijn huid. Azelainezuur werkt algemeen inderdaad eigenlijk tegen van alles en nog wat. Dus eigenlijk een soort van een veiliger alternatief tijdens zwangerschap. Bijvoorbeeld een retinol of zo. En deze bevat ook nog goede verzorgende ingrediënten. Zoals dat colloïde oatmeal. Oftewel haver, als ik me niet vergis. En dat zorgt meteen inderdaad voor dat je huid wat rustiger wordt. Ik heb trouwens toen ik over de serum in mijn zwangerschapsvideo. Of mijn zwangerschapsroutine video ging praten. Heb ik ook inderdaad een van de comments gehad over andere ingrediënten die hierin zitten. Waar je een soort van mee moet oppassen. Maar dit is gewoon prima, veilig product. Dus ik ga nog wel een aparte video opnemen over dat soort mythes, zeg maar. Of van die ingrediënten waar men nog een soort van een beetje bang voor is. Terwijl er helemaal geen reden voor is. Maar die ben ik aan het verzamelen. Dus mochten jullie dat soort ingrediënten nog... weten waarvan jullie denken van, oh, die ben ik echt bewust aan het vermijden. Of wat dan ook, laat me hieronder weten. Persoonlijk heb ik zelf ook een paar ingrediënten waarvan ik denk, weet je, dan zou ik niet per se meteen een product mee kopen als ik het zo zie. Maar, nou goed. Dus dat wilde ik even zeggen. Het is echt een heel fijn, heel prima serum met heel simpel ingrediëntenlijstje eigenlijk ook. Wat gewoon prima te gebruiken is tijdens de zwangerschap. Kijk, en over pantenol gesproken heb ik al eerder al gehad. Dit was dus een heel fijn pantenol houdend crème. Dit is van Purito, een B5 pantenol rebarrier cream. Er zit 10% pantenol in, centella asiatica extract, squalene en niacinamide uiteraard. Gewoon eigenlijk een hele basic gel-achtige textuurcrème. Heeft echt dat typische pantenol geurtje. Dat is echt een beetje een soort van
poederachtige geur. Ik vond hem niet heel bijzonder, moet ik heel eerlijk zeggen. Op zich, het hydrateerde prima en zo. Maar ik vond hem denk ik... Ja, Pantenol kan soms best beetje, klein beetje zwaarder aanvoelen op de huid. Een beetje vergelijkbaar met de La Roche-Posay Chica Blast Balm, als jullie die kennen. Deze was, omdat hij ook een klein beetje een gel textuur had, misschien iets lichter dan dat. Maar ik vond hem niet per se dat ik denk van, oh ja, ik zou er absoluut weer opnieuw, zeg maar, zo eentje van willen halen. Maar qua, zeg maar, huidherstel en alles, dit is echt wel een goede basic crème. Oh ja, deze had ik vanochtend nog even snel hieraan toegevoegd. Dit is dan ook weer zo'n product waarvan ik denk, oh, dat is wel jammer. Dat is weer ook weer van dat No Makeup merk. En dit is zo'n verwarrend product. Dit is 3-in-1 Cleansing Oil Gel. Dus het is een 3-in-1 cleanser. En ze zegt volgens mij het is een olie, een gel en een melk of iets dergelijks. En aan het begin dacht ik van, oké, ik vind het verwarrend product. Dus ik wist niet zo goed waar ik mijn routine moest gebruiken. Toen zijn we in oktober op vakantie geweest naar de zon. En toen dacht ik van, oh, nou, dat is misschien een ideaal product. Want 's ochtends meestal op vakantie, dan doe ik alleen mijn SPF erop. En dan 's middag pas, of eigenlijk aan het eind van de middag, ga ik uitgebreid douchen, zeg maar. Dus ik dacht, nou, dat is misschien een ideaal product om mijn SPF mee te verwijderen. Als soort van double cleansing, maar dan op een zachte manier of zo. En ik snap dit product niet. Als eerst, dit is zo sterk geparfumeerd en het is niet per se het lekkerste geur. Een soort... Ja, bijna eucalyptusachtig. Nee, echt essentiële olie geur. Weet je dat? Het wordt inderdaad een beetje melkachtig, maar ik vind de textuur zo raar. En ik vond het eigenlijk helemaal geen prettig product om te gebruiken. Dus ik was blij dat hij op was geraakt. Hij laat ook bijna een soort van waas op mijn huid achter. En met mijn ogen, zeg maar, qua oogmake-up, daar kon hij helemaal niks mee. Dus dat was helemaal een drama. Dus het was ook niet per se dat het een hele goede cleanser is. Dus... Nee, absoluut geen aanrader. Kijk, we hebben ook nog eens een SPF opgemaakt. En ik ga jullie zo een andere SPF laten zien die ook eigenlijk zo goed als op is. Maar als eerst, deze is ook echt op. Dit is de SPF van Tocobo. Dit is hun best wel een heel bekend product. Bio Watery Sun Cream SPF 50+, PA... plus. Dus hele goede bescherming. En in de eerste instantie dacht ik dat het de stick SPF was. Maar het is gewoon een hele waterige SPF. Het heeft ook best wel een hele sterke soort van bloemetjesgeur. Het smeert voor de rest best wel goed uit. Ik had het idee dat de sterke concentratie van het parfum... klein beetje mijn huid rood deed lijken. Maar het was niet per se dat het meteen ging irriteren ofzo. Of dat mijn huid er niet tegen kon. Want dat trok ook redelijk snel weg. En omdat ik er per ongeluk dus blijkbaar 2 had gekocht in mijn laatste shoplog. Had ik er eentje aan mijn man gegeven. En die gebruikte hem. Ik geloof nog steeds. Die gaat niet zo snel door zijn SPF. Ook al zeg ik tegen hem dat hij het eigenlijk elke dag moet gebruiken. Ook in de winter. Maar goed. Maar hij vindt hem ook wel fijn. Hij vindt het prima. Weet je, het is gewoon een makkelijk product. Juist omdat het zo waterig is. En een ander SPF wat dus bij mij bijna op is. En wat ook natuurlijk een virale SPF was. En kijk, je ziet het, hè. Er zit letterlijk... Ik denk dat ik die aan het eind van de week echt letterlijk opgemaakt heb. En dat is van Beauty of Joseon. En dat is een Relief Sun Rice Plus Probiotic SPF 50. Ook weer PA plus. Dit is dus de virale SPF die ik geloof al het hele jaar een beetje viraal aan het gaan was. Beauty of Joseon vind ik sowieso een heel fijn merk. En dit is dus een SPF wat eigenlijk een beetje zelfs aanvoelt misschien als dagcreme. Dus het, is ook, het heeft ook wel een redelijk waterige textuur. Niet zoals die andere, maar meer een soort van vloeibare crème textuur. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. En het heeft ook inderdaad verzorgende ingrediënten zoals de rijst en zoals probiotics. Dit soort SPF's zijn echt wat mij betreft ideaal. Omdat ze zowel over een moisturizer aangebracht kunnen worden als in plaats van een moisturizer. Het is een beetje afhankelijk van wat je huid nodig hebt. En ik kon het eigenlijk op beide manieren gebruiken. Want ik merkte dat de verzorgende eigenschappen van deze SPF echt wel heel erg fijn zijn. Vind ik hem nou zo bijzonder dat ik denk van die is inderdaad terecht viraal gegaan? Weet ik niet. Want dit is eigenlijk wel weer een hele goede K-beauty SPF. Weet je wel, echt de Europese merken kunnen hier absoluut een voorbeeld aan nemen. Want dit is qua structuur, qua alles, geen white cast, gewoon... Qua filters, alles. Dit is gewoon ideaal. Maar vind ik hem nou zo bijzonder dat ik denk van... Oh ja, ik zou per se deze weer moeten kopen. Weet ik niet. Heel eerlijk. Het is gewoon een basic goede SPF. Maar ik denk misschien dat ik ook te veel verwend ben geraakt met goede K-beauty SPF's. Dat ze niet meer zoveel indruk op me maken. Ook al ben ik er nog steeds heel erg blij mee. En dan geef ik ze absoluut veel meer voorkeur dan een Europese SPF. Maar... Hij was gewoon fijn. Even kijken. Nou, deze daar kunnen we denk ik heel snel doorheen. Dat is de Rexona
Invisible Aqua, Anti-White Marks en Yellow Stains. Oké, okay. 48 Hours Non-Stop Confidence Anti-Transparant, oftewel de Stick Deo voor ik zo. Ik hou van deze deo's echt, ik gebruik niks anders, dus... Dit is weer de zoveelste die ik opgemaakt heb. En nog een skincare product. Dit is van mijn Franse apotheek shoplog geweest. Dat is van dat merk Jouer. Deze crème ook echt werd op een gegeven moment, zag ik overal voorbij komen als een soort van een van de French pharmacy aanraders. Nog nooit eerder van gehoord, maar het is hun moisturizing light cream. En staat dat het voor normale tot gecombineerde huid is en zelfs voor gevoelige huid. Ruikt een beetje naar sakura-achtige geur. Het was inderdaad een lichte textuur. Crème was best prima om te gebruiken. Trok heel snel in. Die geur was af en toe een beetje overweldigend. Ik merk gewoon dat ik een beetje een aversie krijg. Als het net iets te sterk zeg maar ruikt, dan ja, heeft het bij mij al minpunten. Maar dat is puur persoonlijke voorkeur. Gewoon echt een prima crème. Weet niet of dat nou per se inderdaad viraal moet gaan. Zeg maar of dat de beste producten die er in Frankrijk gemaakt worden, de beste crèmes. Geen idee. Maar gel textuur. Dus misschien dat het ook een beetje gaat richting de soort van de mainstream K-beauty textuur. Misschien dat het daarom zo populair is. I don't know. Maar nogmaals, nog nooit van dit merk eerder gehoord. Maar dit was gewoon een prima basic crème. Ik heb ook nog eens een oogcrème opgemaakt. Dit is van M. Assam. Deze heb ik destijds in Duitsland gekocht. Hun Aqua Intense Hyaluron ogencrème. De grap is dat ik deze gekocht heb niet per se omdat er hyaluronzuur in zit, maar omdat er kwaleen in zit. En die vind ik veel interessanter dan hyaluronzuur in een oogcrème. En die was gewoon goed. Het was gewoon echt een goede crème. De redelijk dikke structuur, maar niet zo dik dat je het ook echt voelde en zo. Het trok heel snel in ook weer. En hydrateerde gewoon je huid eigenlijk heel goed rondom je ogen. Dus eigenlijk gewoon een soort van basic betaalbare oogcrème. Dus niks op aan te merken moet ik zeggen. Nog een skincare product. Ik heb eigenlijk best veel opgemaakt. Ja, dat is van het merk Real Barrier. Deze heb ik toen ook bij Stelvenne gekocht. Omdat ik dacht van, ik wilde per se een soort van die herstellende, verzorgende serums hebben. En dit merk, dat Real Barrier, heb ik al vaker voorbij zien komen. Dus ik was er best wel nieuwsgierig naar. En dat is een Extreme Cream Ampoule. En hier zit dus ja allemaal barrièrestellende ingrediënten in. Het heeft zo'n druppel, zeg maar, noem je dat, pipettenachtige applicator. Een redelijk wat dikkere, zeg maar, milke textuur. En ik vond hem niet heel bijzonder. Ja, het is hydraterend. Ja, dat zal wel je huidbarrière herstellen. Maar het is zo basic. Dus ik vond het een beetje een saai serum. Dus ik denk dat dat het meer is. Misschien had ik het kunnen verwachten, maar ik weet niet. Dat is misschien ook trouwens leuk om te laten zien. Ik had toch laatst verteld, dit is trouwens best wel snel opgegaan uiteindelijk, maar oké. Ik had toch net voor de vakantie volgens mij, ja, heb ik onder andere een paar dingetjes gekocht bij de TK Maxx in Amsterdam, dus bij Amsterdam Centraal. En toen kwam ik er dus een setje tegen met allemaal minis van Wishful. En ik heb er dus al drie van opgemaakt, dus moet je nagaan hoe snel dat gegaan is. Wishful is gewoon een merk van Huda Beauty, dat is haar skincare merk zeg maar. Ik ga ze allemaal langs. Dit is denk ik mijn lievelingsproduct van hun. En dat had ik op zich misschien kunnen weten, omdat ik hou sowieso van skincare producten met honing, gebruik veel te weinig. Maar dit was een goede reminder voor me. Dit is een Honey Weep Peptide Moisturizer. Dat had eigenlijk een hele aangename textuur. Niet al te dik, een klein beetje gelachtig. Een hele aangename warme honinggeur. Kan ik ook wel heel erg waarderen. De textuur was trouwens misschien inderdaad een klein beetje soort van whipped. En dat is denk ik een beetje wat ze daarmee wilden uitstralen. Het enige wat ik daarvan vond, en dat miste ik met name op vakantie, dat ik dacht op een gegeven moment van, oeh, ik weet niet of dat in mij genoeg hydratatie biedt. Want op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik heb echt behoefte aan misschien een iets dikkere crème. Of een crème die iets langer mijn huid kan hydrateren. Of iets occlusiever is, weet ik niet. Soms heeft je huid gewoon net behoefte aan meer. Ook al gebruik ik wel een hydraterend serum erom. Maar mijn moisturizer moet dan ook, zeg maar, de hydratatie nog versterken en erin houden en dat soort dingen. Dus deze gaf af en toe dat ik dacht van, ik weet niet of die genoeg heeft. Maar qua beleving, qua ervaring, qua alles, zeg maar. Dat moet gewoon voor het juiste persoon zijn, dat is het. Maar daarvoor is deze echt perfect geweest. Een ander trouwens product dat ik ook mee had op vakantie. Dat is hun Thirst Trap Juice Hyaluronzuur en Peptide Serum. Echt de verpakking ook. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Is een beetje holografisch. Echt ziet er super schattig uit. En op zich, ik heb er nog best wel lang mee gedaan. Er zit ook zo te zien aloe vera in. Een of andere hollyhock rose. Geen idee wat dat dan is. En dan peptide en hyaluronzuur. Qua hydratatie was het ja best oké. Ik weet niet, dit soort serums over het algemeen zijn soort
ja, bieden ze voor mijn gevoel iets meer hydratatie. Of iets meer dat je huid denkt van, oh, mijn huid drinkt dit ook echt op. En mijn huid dronk het ook op, maar het dacht ook op een gegeven moment van, oké, en ik wil meer. Weet je wel, zoiets. Ik moet zeggen, niet per se heel erg bijzonder. Ik kon het al waarderen dat hij voor de rest geen gekke geur of wat dan ook aan vast zat. Dus dit was prima, maar niet mega bijzonder. Over gek geur gesproken. Dit is een cleansing balm. Mochten jullie trouwens denken van, wat gaat je verlichting gek? Ja, ik weet niet. De zon die komt het ene moment eruit, het andere moment gaat weer weg. I don't know. Dit is hun Clean Genie Cleansing Butter. Deze, ik weet niet. Ik weet niet wat dit voor geur is. Echt een clean geur, maar dan bijna eucalyptusachtig. Niet mijn ding. Gewoon eigenlijk een prima. Gewoon prima inderdaad. Cleansing butter. Of minder dat cleansing balm. Voor het verwijderen van make-up en zo. Deed eigenlijk gewoon prima zijn werk. Alleen, ik vond hem niet heel bijzonder. Daar komt het weer op neer. Het is oké, maar niet dat je denkt van, je moet die per se van Wishful hebben. Kijk, deze, die had ik eigenlijk onderschat. Ik had hem volgens mij ook op vakantie mee. Ik heb er best wel lang over gedaan uiteindelijk om deze op te maken. Want zo'n klein flesje ging best wel lang mee. Dit is van het merk van Alicia Keys. Haar Keys Soul Care. En dat is haar Golden Cleanser. Deze heeft dan ook wel weer een geur. Dus echt een hele, echt een beetje zo'n spa-zen geur. En ik dacht in eerste instantie dat ik me daaraan zou irriteren. Maar eigenlijk vond ik wel heel erg fijn. Ik moet zeggen dat ik het meer van deze cleanser heb genoten dan ik in eerste instantie had gedacht. En hij reinigde mijn huid ook echt goed. Kijk, dit soort cleansers gebruik ik dan niet voor de ogen. Want mijn oogmake-up en alles verwijder ik gewoon met een butter of met een cleansing balm. Maar gewoon voor mijn gezicht en zo. Dus echt zo'n ontspanningsmoment. En gewoon hoe die schuimde. Dat hij mijn huid niet uitdroogde. Ik was oprecht onder de indruk van deze. En nogmaals, absoluut niet verwacht. Maar elke keer was het gewoon een feestje om deze er weer bij te pakken. Dus ik denk stiekem dat ik eigenlijk meer van haar producten moet gaan uitproberen. Want ik weet dat ze allemaal iets bijzonders hebben. En ook echt gericht zijn op een beetje dat mindfulness en zo. Er staat ook een soort van affirmation tekst achter op de verpakking. Volgens mij op al haar producten. Dus ja, het heeft me wel nieuwsgierig gemaakt naar het merk. Ik heb trouwens ook een parfum opgemaakt. Nou, dat is echt lang geleden. Deze is echt al heel oud. Deze is van Ila Maska. En dat is Freak Parfum. Minstens 8 jaar. Misschien wel 9 jaar heb ik deze gehad. Ja, misschien, ik denk wel 9 jaar. Misschien zelfs 10 jaar, ja. Het was echt een hele hype rondom dit parfum. Ila Maska was ooit nog populair. En deze heb ik ooit nog jaren geleden dus helemaal in Londen gekocht. Bij Selfridges is, geloof ik. De geur zelf, dat is echt een hele verleidelijk, hele sexy geur. Ja, ik weet, het is echt zo'n hele ouderwetse, ja, zoals wel rijke damegeur, maar wel met iets ondeugends erin. Ik weet niet. Geen idee welke noten er voor de rest in zitten. Maar dat is een beetje hoe ik hem kan beschrijven. Geen idee ook of dat hij inmiddels te koop. Of dat hij nog steeds te koop is. I don't know. Maar wat ik daar meteen mee begon te merken is dat hij eigenlijk jammer genoeg niet zo lang bleef zitten. En dat, daarom heb ik hem eigenlijk een beetje nooit voor de rest heel vaak gebruikt. Maar waar ik hem wel heel lekker voor vond. En dat merk ik dat ik heb een heleboel van die hele oude parfums, zeg maar. Van ik denk, ja, die ga ik niet per se heel vaak dragen meer. Maar wat ik met dit soort parfums dus doe, ik gebruik zo eigenlijk een soort van bedparfums. Dus vind ik het zo heerlijk, zeg maar, voordat je je bed instapt, om je bed helemaal daarmee, zeg maar, een paar van die puffjes in je bed te doen. En dit vond ik dus echt zo'n heerlijke bedparfum. Ik weet niet, dat je helemaal, ik omring me sowieso heel graag met allemaal van die lekkere geuren. En dit was dit was mijn lievelingsbedparfum. Eigenlijk komt het daarop neer. Dus ik denk dat ik hier vrij weinig over hoef te zeggen. De Brazilian Bon Bon Cream van Sol de Janeiro is echt mijn lievelingsgeur. Ik weet niet al hoeveel van dit soort minis al heb opgemaakt. Ook deze kwam geloof ik uit een adventskalender. Ik heb trouwens iets uit deze lijn op mijn kerstwenslijst gezet. Dus stiekem hoop ik dat ik weer iets hiervan straks ga gebruiken. Maar goed, voorlopig op dit moment weet ik dus nog niet. Het is gewoon lekkerste geur, bodygeur ever. En nog een bodyproduct van Ameliorate, hun Smoothing Body Exfoliant. Ik hou van dit merk. Dit is echt, volgens mij wordt het bij Cult Beauty verkocht, als ik me niet vergis. Ik weet niet, er zullen meerdere webshops zijn die dit merk verkopen. Maar dit is echt zo'n merk wat gewoon een soort van een beetje van die basisproducten maakt. Wel gewoon gericht op hydratatie, zeg maar intensieve hydratatie. Dus als je huid net even wat extra's kan gebruiken. Wat gewoon echt kwaliteit levert. En dan merk je gewoon dat ik heb tot nu toe best veel producten van dit merk geprobeerd. En ze zijn tot echt allemaal oprecht heel erg fijn. Body Exfoliant, ik heb er ooit volgens mij een mini van opgemaakt. Dus ik wist wat ik kon verwachten. Dat is gewoon een soort van grainy, ik weet niet precies. Nou, jullie snappen denk ik wel, een soort van niet
al te hard zeg maar scrubt, maar het scrubt wel en je huid wordt daarna gewoon heerlijk zacht. Intense Hydrating Retexturizing met Alpha Hydroxy Therapy. Ze hebben ook een eigen formule, dat staat ook op al hun zeg maar producten. Wat het soort van exfoliërende zeg maar deeltjes bevat, maar wat met name zorgt voor extra hydratatie en niet zozeer voor het exfoliëren zelf. Ik weet niet, mocht dit echt helemaal jouw ding zijn zeg maar, probeer te verdiepen in het merk. Echt absoluut zo de moeite waard. En nogmaals, het heeft voor de rest niet per se een hele speciale geur of wat dan ook. Maar dit is zo effectief en heerlijk. Oh ja, nog een skincare product van Beauty of Joseon. Was ik helemaal vergeten dat ik deze opgemaakt heb. Dat is een Apricot Blossom Peeling Gel. Ik vond het dus niet bijzonder. Ik heb deze toen gewoon ook gekocht zonder voor de rest verwachtingen te hebben. En dat is gewoon eigenlijk een gewone cleansing gel. Maar daar zitten dan van die hele fijne, van die soort van beads, met pareltjes in. Wat heel klein beetje voor dat manuele exfoliatie zorgt. Ik vond het niet heel speciaal. Dit was mijn lievelingscleanser. Ik zat nog oprecht te twijfelen om deze in mijn jaar favoriet te doen. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want dit is eigenlijk zo'n basic product waarvan je denkt, is het nou zo bijzonder? Maar hij was wel heel erg fijn. Dat is van Aveeno uit hun Calm Plus Restore lijn. En dit is echt een lijn wat ook met name heel erg populair is, merk ik, bij dermatologen die op social media praten over verzorgende, herstellende ingrediënten en producten. En dat is hun Nourishing Oat Cleanser. Fragrance Free staat hier. Gently Cleanses Plus Hydrate to Preserve Skin's Moisture Barrier. Deze gebruikte ik dus in de ochtend. En het is gewoon zo'n heerlijk, zo'n mild zeg maar product. Waar je merkt inderdaad dat hier haver in zit. Dus weet je wel, gewoon qua textuur, qua alles. Het is zo basic, maar zo fijn te gebruiken. En dat Aveeno Calm Restore lijn, die kon je best wel lang gewoon niet in Nederland vinden. Maar tegenwoordig verkoop in ieder geval Look Fantastic het. Ik heb er ook een serum geprobeerd. Eigenlijk moet ik er meer van proberen. Maar dus deze was ook wel heel erg fijn. Deze had ik ook vanochtend nog toegevoegd. Want deze was in dat opgaan. Had ik ook tijdens mijn laatste vakantie meegenomen. Van Clarin hun Moisture Rich Body Lotion met shea butter voor droge huid. Ook weer hele basic, hoe noem je dat? Lichaamsverzorging, lichaamscreme. In eerste instantie zou je denken, het heeft toch geen geur? Maar het ruikt eigenlijk wel naar iets. Ja, er zitten wel inderdaad geurstof in. Echt een crème geur, zeg maar. Dus het heeft ook echt toegevoegde geur. Maar voor de rest, ik moet heel eerlijk zeggen, best wel hele fijne body lotion. Deed gewoon goed hydrateren, alles. Ik heb ook deze ook inderdaad opgemaakt. Nou komen allemaal van die kleine producten, zeg maar. Dus we gaan ook wel richting make-up. Waarvan ik dacht, oh ja, die had ik ook nog gebruikt. Dit is van Sunday Riley. En dat is hun CEO Vitamine C crème. Dit kwam ook uit een adventkalender. Weet je wat ik vind eigenlijk? Dat merken die Vitamine C producten verkopen, eens een keer moeten kappen om alles zo'n citroen / sinaasappelgeur te geven. Want dit is zo vervelend en ik vond dit zo sterk ruiken. En ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Ik vind het niet, ja, gewoon niet te doen, weet je. Waarom? Waarom doe je dat? Doe dan gewoon geen geur. Dit is gewoon mijn irritatiemomentje. Dus deze rook ook verschrikkelijk sterk naar limoenen / sinaasappelen, whatever. En alles wat citrusachtig is. Ik vond het niet heel bijzonder. Dit heeft zo geen indruk op me gemaakt. Dus ik zou er ook absoluut geen geld in investeren om hier een full size van te kopen. Ik heb hier nog een, ja, deze zat tussen mijn fails van dit jaar, want dit was gewoon jammer. Dit is van Bobbi Brown, de Vitamin Enriched Eye Base. Deze irriteerde ontzettend mijn ogen. Ik merkte inderdaad, met name als ik het zeg maar rondom mijn ogen deed, de onderkant ging nog wel. Maar op een gegeven moment, nee, ik begon te merken dat gewoon mijn huid te veel irriteerde. Dus op een gegeven moment ging ik hem als soort van nekcrème gebruiken. Deze is namelijk best wel dik qua structuur en zo. Dus ik snap sowieso niet hoe je zo'n dik product als oogcrème kan zien. Maar op mijn nek merkte ik op een gegeven moment ook dat hij mijn huid een beetje irriteert. Dus uiteindelijk heb ik hem overal en nergens op mijn lijf gebruikt. Zo niet de moeite waard. Ik snap hem niet. Niet mijn ding. Te dik. Te niet fijn. Heb ik nog hier twee SPF producten. Als eerste van Elf. Dat is de welbekende dupe van Unseen Sunscreen volgens mij van Supergoop. En dat is hun Wow Glow SPF 30 sunscreen. Een mini uiteraard. Sun protection en make-up primer in één. Dat staat er ook. En daardoor vond ik hem best wel dik aanvoelen. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Dus het is niet per se mijn product. Ook niet omdat ik per se primer elke dag wil gebruiken. Ik heb liever een SPF wat gewoon liever dun is. Het is qua textuur gewoon niet mijn voorkeur.
wat in eerste instantie wel mijn voorkeur zou hebben qua textuur. En dan ben ik veel meer van dit soort dingen. Deze is van Colistar. Dat was ook zo'n mini wat ik net voor de vakantie had. En dat is de Protective Drops Anti-Age Brightening SPF 50. Dit is zo'n verwarrend product. En ik denk dat voor de meesten het een heel verwarrend product is. Want dit is zo'n heel vloeibaar product met zo'n droplet, zeg maar, applicator. En ik denk dat de meeste mensen daar automatisch al heel weinig van gaan aanbrengen. Die gaan misschien 3 druppeltjes of zo daarvan aanbrengen. En ik denk, nou, ik ben echt heel goed met SPF bezig geweest. Maar dit is te weinig. Dus, en je moet best wel een flinke hoeveelheid, zeg maar, daarvan gebruiken. Het is qua textuur en zo, zelfs als je een flinke hoeveelheid ervan gebruikt, is het heerlijk. Want ik hou van die waterige texturen, zeg maar, van SPF's. Dat hebben jullie inmiddels denk ik wel gemerkt. Puur gewoon omdat het zo'n verwarrend product is. Ik denk dat dat gewoon automatisch niet op de juiste manier door de meest gebruikt gaat worden. Maar voor de rest, dit was gewoon heel fijn tijdens de vakantie. Ik ging in plaats van, zeg maar, dat druppel gebeuren, ging hem gewoon zo op mijn hand doen. Want dat was veel effectiever. Volgens mij zit er voor de rest met name make-up in, ja. Dus voordat ik naar make-up doorga, wil ik aan jullie nog een haarverzorgingsproduct laten zien. Wat ook eigenlijk al zo goed als op is. Waar letterlijk nog voor 1 keer gebruiken iets in zit. Dat is de Olaplex nummer 6. Dat ook weer een van mijn jaarfavorieten. Is echt een heel fijn leave-in product. Wat gewoon mijn haar zo heel fijn kan temmen en alles. En ik hou gewoon van deze. Dit deed gewoon alles voor mijn haar. Zelfs als ik een slechte conditioner of zo gebruik, waarvan ik al van tevoren weet, die gaat mijn haar niet zacht genoeg krijgen. Want ik hou echt wel van lekker zacht haar. Wat absoluut niet pluizig of wat dan ook. Dan hoef ik alleen maar een beetje van deze eraan toe te voegen. En dit werkt echt. Hier ga ik absoluut een full size van kopen. Even snel door de make-up producten. Ik pak gewoon wat. Als eerst mijn Elf wenkbrauwpotlood. Ik heb er al zoveel van opgemaakt. En op een of andere manier is mijn spoelie heel snel afgebroken bij deze. Geen idee waarom. Is nog nooit eerder gebeurd. Maar ik hou van deze. Ik moet zeggen dat ik er wel nu een beetje klaar mee ben. Een soort van op uitgekeken ben. Geen idee waarom. Maar deze is eigenlijk wel altijd wel heel fijn. Gewoon een basic betaalbare wenkbrauwpotlood. Hebben we hier nog een eyeliner van L'Oréal. Deze heb ik ook al heel lang in mijn stash gehad. Op een gegeven moment dacht ik van, ik had hem gisteren toevallig nog gebruikt. Dacht, eigenlijk kan die niet meer, want hij is best wel uitgedroogd. En het heeft ook zo'n heel fijn applicatortje eigenlijk. Ik moet zeggen, heel erg fijn. Ik heb hem ook echt met veel plezier gebruikt. Het is alleen dat ik dit soort eyeliners eigenlijk niet dagelijks draag. Omdat ik, daar heb ik gewoon geen tijd voor om dit helemaal aan te brengen. Maar voor de dagen dat ik behoefte had aan een zwarte eyeliner was deze eigenlijk heel erg fijn en heel makkelijk in gebruik. Laura Mercier Rose Gold Caviar Stick Eye Color. Deze heb ik ook echt helemaal opgemaakt. Zat ook weer, ik geloof, in een of andere goodie box of whatever. De matte variant van deze stick heb ik ook in mijn jaarfavorieten toegevoegd. En dit was zeg maar de shimmery variant die ik gebruikt heb. Ik vind dat de shimmery varianten niet zo lang blijven zitten zonder oogschaduwbasis als de matte varianten. Maar desalniettemin was dit een heerlijk product om te gebruiken. Ik heb er echt van genoten. Helemaal opgemaakt nogmaals. En eigenlijk een heel fijn, kwalitatief, fijn, makkelijk product. Wat je nogmaals, zelfs met hele vette oogleden, prima zonder oogschaduwbasis kan dragen. Dan hebben we hier van, van Fenty Beauty. Ik weet niet, zo'n mascara. Ik vond er echt niks aan. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik was blij dat hij op was geraakt. Ik had hier zulke hoge verwachtingen van. Maar dit is echt zo'n mascara voor mensen die al een perfecte curl en perfecte hoeveelheid wimpers hebben en zo. En ik hou van mascara's die mijn wimpers echt dik maken. Een soort van bijna spinnenpoten effect. Maar dan zeg maar gewoon dik opvallend. Gewoon dat. En dat deed deze absoluut niet. Ik weet dat ze nu een andere mascara hebben. Ik geloof iets met dik nog wat. Daarvan verwacht je dat die je wimpers iets dik maakt. Maar ik weet niet. Op basis van deze mascara ben ik ook waarschijnlijk ook niet te springen om meer Fenty Beauty mascara's uit te proberen. Ik denk dat dat meer is. Nog een mascara. En nog een mascara. Elf Lash & Roll. Deze was, ik geloof dat dit een dupe is dan van een Benefit mascara die een beetje hetzelfde uitziet. Het heeft dus zo'n gekruld applicator ding. Ik vond hem niet heel bijzonder. Op zich separeert het prima de wimpers en zo, maar het geeft me niet het effect zeg maar wat ik net al wel had. Dus niet per se mijn favoriet. Zou ik ook niet opnieuw kopen. Maar waar ik wel eigenlijk enorm onder de indruk van was. Dat vind ik echt zo gek. Want dan denk ik van, toen ik een full size hiervan was, was ik absoluut niet van onder de indruk. Maar deze mini was dus alles wat ik van mascara wil. En van mijn gevoel heeft Rare Beauty nog steeds maar 1 mascara in het assortiment. En toen snapte ik dus de hype niet. En nu snap ik het wel. Dus ik heb geen idee wat hier gebeurd is. Maar het heeft ook weer zo'n borsteltje. Ik durf hem niet te openen, want anders gaat het zo helemaal fleken. Het heeft zo'n harig borsteltje. Daar hou ik van. Ik hou niet van siliconen.
gewone borsteltjes. Dit was gewoon alles wat ik van mascara wil. Dus heel gek. Geen idee wat er nogmaals wat er gebeurd was. Maar deze vond ik wel heel erg fijn. Om zo te zien heb ik ook de oogschaduwprimer van Too Faced opgemaakt. En ik heb een beetje harde liefde verhouding met deze primers. Jarenlang zat hij in zo'n tubeverpakking. Toen vond ik hem eigenlijk over het algemeen heel prettig. Toen hebben ze dus verplaatst naar deze verpakking. Met zo'n soort... deze. Toen dacht ik van, ja, ik weet niet of ze de formule ook volgens mij ook een beetje aangepast hebben. Want in de eerste was die iets dikker, zeg maar. Dus ik had het idee dat die ook iets beter werkte. Maar op zich, over het algemeen, ik kon hier prima mee overweg. Maar de nieuwe oogschaduwprimer van Hourglass die ik op dit moment gebruik, die vind ik toch eigenlijk een stuk beter werken dan deze. Ik denk dat dit mijn laatste keer is dat ik deze oogschaduwprimer gebruik. Aan de andere kant, de meeste oogschaduwprimers waar ik helemaal verliefd op ben, wordt ze uit het assortiment gehaald. En deze bestaat al jaren. Dus als die van Hourglass weggaat, dan heb ik deze nog als optie. We zijn echt letterlijk bijna doorheen. Deze video wordt echt misschien wel een uur lang. Ik weet niet. Ik hoop het niet. Deze kwam dus ook uit zo'n setje van Bobbi Brown, zeg maar. Ook de oogcreme bij hoorde. En dit is hun extra lip tint Bare Pink. Dat is dus echt zo'n, eigenlijk gewoon een lippenbalsem die zeg maar een soort van doorzichtig is. En op je lippen geeft die een roze kleurtje. Ik vond het eigenlijk wel een verrassend leuk product. Het enige, de kleur was ook echt mooi. De shine die het gaf was heel subtiel, maar heel mooi. Heel makkelijk product in gebruik. Het enige dat ik wel merkte, dat laat een soort van steen op je lippen achter. En mijn lippen zagen er wel een beetje droog uit, zeg maar, een tijdje. Dus dat vond ik wel minder. Daardoor ben ik niet geneigd om er een full size van te kopen, maar... Het was wel een cute product om uit te proberen. Ik heb hier een oogpotlood opgemaakt. Ook van Trended Up. Zo'n bruine oogpotlood. Trended Up is het merk wat bij DM in Duitsland verkocht wordt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat op een gegeven moment er zat nog een klein beetje in. Maar die viel er gewoon heel spontaan uit. Zo'n soort van gel oogpotlood. En ik dacht van oké, laat maar zitten. Ik heb er geen zin meer in. Het was ook niet per se een heel zonder product, moet ik zo eerlijk zeggen. Ja, het bleef wel op zich redelijk lang zitten. Maar er staat ook dat hij waterproof is. Dit soort oogpotloden werken, moet ik zeggen, over het algemeen redelijk veel hetzelfde. Nog een wenkbrauwproduct wat ik opgemaakt heb. Was deze Urban Decay Brow Blade. Ik moet zeggen, het zit dus aan de ene kant, zo noem je dat, zo'n soort eyeliner-achtige wenkbrauwproduct. Aan de andere kant dus... Een potloodje. En dat potloodje vond ik ontzettend fijn in gebruik. Ik was er echt oprecht van onder de indruk. Het enige omdat het natuurlijk zo'n duur product is. Dat potloodje was heel snel opgeraakt. Dat vond ik wel een beetje jammer. En wat daarbij zat vond ik met name fijn in combinatie met het potloodje. Maar op een gegeven moment, ik ging vanochtend al gebruik. Dacht oké, deze kan echt wel weg. Want zelfs dat pennetje zeg maar, dat begint echt... Het is nu redelijk uitgedroogd. Maar als ze dit product... Ik moet ze eigenlijk kijken of Urban Decay inderdaad gewoon een potloodje. Gewoon een full-size potloodje heeft. Maar deze was oprecht heel erg fijn in gebruik. En ik merkte gewoon dat hij net even... Net een klein stapje meer deed dan mijn lievelings elf. Om maar af te sluiten met dit. Ik ga hem laten gaan. Dit was een mini van Maison Francis Kukijan de Baccarat Rouge. Ja, ik weet niet. Dit is zo... Het is... Oh, echt. Ik ruik hem weer. Ik denk van... Eigenlijk is het niet per se mijn geur. Dat is een beetje met Baccarat Rouge. Maar omdat de hype van dit parfum zo gigantisch is... Waardeer ik hem gewoon en heb ik er zelfs dupes van. Het is gewoon een heerlijk bloemig soort van warm parfum. En ik denk dat jullie de hype inmiddels wel kennen. Maar dit was dus de origineel. De mini daarvan heb ik er uiteindelijk heel zuinig mee gedaan. Maar hij is nu toch echt op. En het is gewoon tijd om deze te laten gaan. Dit was veel jongens. En sorry dat ik misschien af en toe een beetje te snel gepraat heb. Maar ik wist dat we echt door een hele berg heen moesten. En nu is het echt helemaal klaar. Dat waren de opgemaakte producten van de afgelopen maanden. Ik hoop dat jullie deze video weer eens leuk vonden. Zo ja, vergeet niet het duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal mocht je het nog niet hebben gedaan. Dat kun je hieronder doen. Anders notificatiebel ernaast aanzet. Dan word je als goed op de YouTube geïnformeerd wanneer ik weer geüpload heb. Als het goed is, ben ik er gewoon volgende week zondag om 8 uur. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan! Doei!